Geliefde burgers van Doetinchem, beste bezoekers van deze stad. Mijn naam is Catharina van Alexandrië. Naar mij zijn in Doetinchem de Grote Kerk en de Kerktoren vernoemd. Direct na de bevrijding van Doetinchem op 1 en 2 april 1945 stond er als gevolg van de bombardementen weinig meer overeind van de Catharinakerk en haar toren. Het puinruimen begon al snel, met hulp van onze Canadese bevrijders. Ook werden er plannen gemaakt voor de wederopbouw. Onder andere werd er geopperd om kerk en toren niet meer op de oude plaats te herbouwen, om ruimte te maken voor het verkeer. Gelukkig werd uiteindelijk toch gekozen voor herbouw op de historische plek. Eerst de kerk, die al in 1950 weer in gebruik genomen kon worden. Vervolgens moest Doetinchem het nog 10 jaar doen zonder Catharinatoren. Uiteindelijk werd in 1960 alsnog begonnen aan de herbouw van de toren. De toren werd in neogotische stijl herbouwd naar een ontwerp van architect Heineman uit Velp. De herbouwde Catharinatoren staat niet zoals eerder in de kerk, maar tegen de kerk aan. De toren meet 58 meter. Zij vormt daarmee het hoogste gebouw van Doetinchem. De luidklokken ontbreken niet, evenmin als een carillon dat gefinancierd werd door burgers en het bedrijfsleven. De feestelijke opening vond plaats op 31 oktober 1963. De voltooiing vormde tevens het sluitstuk van de naoorlogse wederopbouw. Maar niet veel later waren er klachten van gasten van het naastgelegen hotel De Graafschap. Zij werden op zondag al om 7:15 gewekt door de nieuwe luidklokken, wanneer deze de eerste kerkdienst aankondigde. Deze kwestie haalde zelfs de landelijke pers, waarin Doetinchemmers voor langslapers werden uitgemaakt. Sindsdien beginnen de klokken pas om 9:45 te luiden. Sinds 1963 staat de Catharinatoren weer 4 overeind en kijkt uit over de gemeente Doetinchem, het centrum van de Achterhoek. Nog steeds vrijgelegen aan de Oude IJssel en gegroeid naar ruim 58.000 inwoners in 2020. De toren vormt met de kerk wederom het landmark van de stad. Als naamgever kan ik trots zijn op mijn Catharinatoren. Ik klim regelmatig naar boven om onze stad te bewonderen. Iedere keer zie ik weer veranderingen, maar ik hoop dat onze toren nog lang zo mag blijven staan.